Allemaal, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze Paisley Braid armband moet maken met je Rainbow Loom. En ik ga hem vandaag precies dezelfde kleuren maken. Voor deze armband heb je alleen maar 2 pinnetjes van je Rainbow Loom nodig. En ja, je kunt het daarom ook op je mini loom doen of op een andere loom. Ja, nee, ik bedoel, ja, op elke loom kan het eigenlijk, maar... Je kan dus ook op een vork, 2 vorken, op je vingers, echt op van alles. Maar ja, laten we gauw beginnen. Je begint met je eerste elastiekje in 8 van de eerste pion naar de tweede te halen. En je tweede elastiekje gaat er recht bovenop. Dan pak je je haak en haak je het onderste bandje eroverheen. Zo, duw dat naar beneden. Pak dan je volgende kleur. En zet die er recht bovenop. En haak nu alleen de rechterkant eroverheen. En dan duw je dit naar beneden. Dus haak dan alleen de rechterkant. Pak dan je volgende kleur. Zet die er bovenop recht. En nu haak je alle bandjes behalve die roze, die ik er net op heb gezet. Dus deze haak ik. En aan de andere kant moet ik 2 bandjes haken. Zo, zodat alleen deze roze overblijft. Dan pak je weer je volgende kleur. Zet je er zo recht bovenop. En zo net hadden we alleen de rechterkant gehaakt. En nu gaan we alleen de linkerkant haken. Dus dat wisselt telkens af. En dat doe je dan naar beneden. Dan pak je je volgende kleur. Die zet je er recht bovenop. En nu haak je alles behalve die gele. Die je er net bovenop gezet hebt. Dus deze 1 en aan de andere kant 2. En ik trek dan een beetje aan. En dan kan je al een beetje het patroon zien. En patroon herhaal je de hele tijd totdat je armband lang genoeg is. Mijn armband is lang genoeg en ik ga er nu een clipje op plaatsen. Maar ik pak daarvoor eerst dit bandje eraf en zet hem op de pion er tegenover. Die 2 bandjes haal ik eraf. Dit is wat je nu hebt. Zo, je armband. En nu pak je een CVS-clip. En die duw je zo op. Dan kan die van je haak af. En maak ook de S-clip even aan de andere kant vast. En ja. Je armband is nu af. Ik vind hem echt heel leuk. En ja, ik heb meer neon kleurtjes gemaakt en dit was de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.